Welkom bij de 1.2 Biocast. Geef het beestje een naam, heet hij. Deze kip is levend. Hij vertoont levenskenmerken. Deze kip is dood. Hij vertoont de levenskenmerken niet meer. En deze kip is levenloos. Hij heeft dus nooit levenskenmerken gehad. Levend, dood en levenloos. Die levenskenmerken zijn er een paar. Eén is, die zijn opgebouwd uit één of meer cellen. Ze groeien daarbij en dat gebeurt door middel van celdeling. Ze planten zich voort, vaak met geslachtcellen zoals je hier ziet. Ze hebben erfelijk materiaal in hun celkern. Dat bestaat uit DNA. Ze doen aan stofwisseling. En tenslotte reageren ze op prikkels van de omgeving. Levenskenmerken dus. Een populatie van organismen is een groep dieren die interacties met elkaar hebben. Ze kunnen concurreren, maar ook samenwerken. Ze planten zich onderling voort en ze kunnen bijvoorbeeld ziektes aan elkaar overbrengen. Een populatie. Nou, om beesten, of in dit geval planten, een naam te geven die iedereen kent, is nog niet zo simpel, want dit is een Drentse naam voor een bepaalde plant. Dit is een andere naam voor dezelfde plant. En hier hebben we er nog één en tenslotte nog een vierde, wat alleen namen zijn die al in Drenthe gebruikt werden. Dus je kunt je voorstellen hoe ingewikkeld het wordt als je de grens overgaat. Je hebt het dan allemaal over deze plant. En om dat wat simpeler en uniformer te krijgen, heeft deze man, Carl Linnaeus, een systeem bedacht van naamgevingen wat we nog steeds gebruiken. Deze plant, de kamperfoelie in het Nederlands, die heet Lonicera en dat is de geslachtsnaam. Let op, hij wordt schuin geschreven en hij wordt geschreven met een hoofdletter. En daarachter komt de soortnaam en dat is Periclimenum. De kamperfoelie dus. En als je die naam gebruikt, dan weet iedereen over de hele wereld welke plant je bedoelt. En dat is wel handig, want dit lijkt bijvoorbeeld wel een slang. Toch is dit een hazelworm en dat is geen slang, want hij heeft oogleden die een slang niet heeft. Hij heeft geen verplaatsbare onderkaak die een slang wel heeft. En zijn staart begint bij de cloaca. Dit is een pootloze hagedis. Nou, hoe zit nou zo'n Anguis fragilis? Anguis is de geslachtsnaam, fragilis is de soortnaam. En hoe zit nou zo'n indeling in elkaar? Als we beginnen heb je vier rijken. En natuurlijk hoort die hazelworm bij het dierenrijk. Dan heb je een onderrijk, je hoeft al die namen niet te kennen hoor. Een afdeling, een onderafdeling, een klasse, een orde, een familie en dan komen we pas bij de indeling in het geslacht. Dus wat je ook in de naamgeving vindt, Anguis, en dan de soort fragilis. Omdat je op examens nog wel eens een grotere indeling krijgt dan die je hier ziet, laat ik hem even zien. Dat is de indeling in domeinen. Daar is bacteriën één domein, dus dat is hetzelfde. Maar schimmels, planten en dieren horen in het rijk van de eukaryoten, dus de organismen met een echte celkern. En tenslotte is er dan nog het domein Archaea. En als je kijkt naar Archaea, dan vind je die terug in je binas bij 92a. Daar zie je onderin bacteriën staan en daar zie je rechts onderin zie je Archaea staan, archebacteriën. Dus die worden vaak in een ander domein ingedeeld. Het is maar dat je het weet voor een examenvraag. In je boek ging het over het geslacht Turdus. En daar hoort deze vogel bij, de merula, de merel, maar ook de zanglijster, de Turdus philomelos. En dan hebben we nog een kramsvogel. De kramsvogel komt in strenge winters wel eens naar Nederland toe vanuit het oosten. En dat is de Turdus pilaris. Het is dus, zij hoort dus bij hetzelfde geslacht. En er zijn er nog veel meer. En die laat ik allemaal niet zien. Want dit is alweer het einde van de
1.2 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.